Een beetje met kabels vandaag om de micro stroom te geven. Voilà. Goedemorgen. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed kunnen horen. Kom op je matje staan. Je voeten op de breedte van je bekken. En de buitenste voetrand evenwijdig aan elkaar. Oké, dus dat geeft het gevoel dat je hielen een beetje naar buiten staan. En er is iemand die zijn micro niet helemaal heeft afgezet. Ik weet niet wie het is. Maar ik hoor iemand tegen een poes praten. Denk ik. Oké. Okay. Oké, dus je staat in balans, op je voeten. Ik ga toch nog even iedereen muten, want ik hoor iemand ertussen komen. Ik weet niet wie het is. Oké, dan gaan we. Opnieuw. Dus je komt op je matje staan, je voeten iets breder dan je bekken. De buitenste voetranden zijn evenwijdig aan elkaar en dat geeft het gevoel dat je hielen een beetje meer naar buiten staan. En dan ga je gewoon eens je hielen, je gewicht liever verplaatsen in de richting van je hielen. Zodat je het gevoel hebt dat je een beetje meer naar achter staat. En observeer wat dat met je doet. Gewoonlijk. Dan zal je daardoor alleen al de voorkant van je lichaam een beetje meer openen. En dat geeft een ontlasting van de druk op de voorzijde van de wervels. Blijf zo staan en vanuit die positie gaan we de wervelkolom laten draaien. En die beweging begint van onderuit en je kan heel klein starten. En belangrijk daarbij is dat je armen gewoon los hangen en dat ze zwieren. Ze zo zwaaien rond je lichaam. En dan kan je die beweging een beetje intenser maken. En eens je dat door hebt, dat je die armen kunt laten zwaaien. En daardoor begint je wervelkolom te draaien om de eigen as. En als je voelt dat je een beetje dieper wil ademen, laat dat dan gebeuren. Maar je blijft ademen in en uit door de neus. En je gaat dat niet forceren. Je volgt je lichaam. Hou je gewicht eerder naar achter in de hielen. Heel goed. En dan laat je die beweging langzaam terug stilvallen. Je komt terug naar het midden. Misschien merk je dat je alweer een beetje meer leunt naar voren. Dus kom naar achter. Kom in je hielen. En we gaan dat nog een beetje accentueren door de tenen te heffen en te spreiden. Maar je laat de ganse voet neerstaan. Plooi de knieën een beetje. Oké. En dan duw je de voeten uit elkaar en schroef je de hielen een beetje meer naar buiten. Maar de bal van de voet. De ganse bal van de voet blijft op de vloer staan. Dus je gaat niet de binnenkant heffen of de buitenkant heffen. Oké. En je knieën zijn een beetje gebogen. Je gewicht naar achter, adem in en laat de armen naar boven komen. Tot als je een grote V zijn. En bij het uitademen laat je de armen naar beneden komen. Een beetje, ik bedoel daarmee de schouders zakken. En de schouderbladen breed laten worden. En dan laat je de armen helemaal naar beneden komen. We gaan dat nog eens doen. Zorg dat de benen actief blijven. Dat je gewicht is naar achter. Je duwt de voeten een beetje naar buiten. Schroef de hielen naar buiten. Je ademt in. Armen komen naar boven. En bij de uitademhaling laat je de schouders naar beneden zakken. De schouderbladen komen een beetje breder uit elkaar. Blijf hier. Bij de volgende inademhaling maak je de voorzijde van je lichaam lang
door je borstkas weg te heffen van je bekken. Duw in je hielen. Dus je accentueert de benen een beetje. Maar je laat de rugzijde ook ontspannen. Dus je gaat die niet verkrampen. Bij een uitademhaling laat je dat gewoon gebeuren, die uitademhaling. Maar je houdt de lengte. En dan ontspan je de armen naar beneden. Oké. En dan gaan we de armen zijwaarts opzwaaien, inademen. Bij het uitademen laat je ze vallen. In en uit. En iedere keer als je de armen laat vallen, adem je uit. Hè. Dus je laat ook de spanning los. Je houdt je romp verticaal. Je gewicht in de hielen. Oké, laatste keer. En ontspan de armen. En kom opnieuw even gewoon staan. Observeer hoe het voelt in je lichaam. We gaan de benen even wakker maken. Zet de voeten breder uit elkaar. Je mag je voetpunten een beetje naar buiten draaien. Zo een redelijk brede spreidstand. Je heft en spreidt de tenen. Oké, je gaat de voeten opnieuw zo in balans laten staan. Dat de bouw van de voet aan de kant van de grote teen en de kleine teen is altijd in contact. Dus het is niet alsof je helemaal die binnenste voetrand opheft of de buitenste voetrand opheft. Nee, je handse voet is plat, behalve de tenen die je heft en spreidt. En dan duw je de knieën naar achter, zodat je voelt dat de buitenzijde van je heupen hier actief is. Oké, en dan zak je een beetje naar beneden. Je plooit de knieën een beetje meer. Je houdt de knieën boven de enkels. De voet blijft plat staan, tenen gaan verspreiden. En dan doe hetzelfde hier met de armen. Inademen, armen komen naar boven. In een grote V. En bij het uitademen laat je de schouders zakken, schouderbladen uit elkaar. En terwijl dat gebeurt, ga je eigenlijk je borstkas een beetje heffen. Volgende inademhaling, hef de borstkas weg van je bekken. Duw de hielen naar beneden, knieën naar achter. En verleng je abdomen. Hou die lengte en bij de volgende uitademhaling plooi je vanuit je liezen en kom je met je romp naar voren. Je probeert je wervelkolom lang te houden. Er is nog altijd een beetje holte in je onderen. Het voelt een beetje anders dan wat we gewoon zijn, omdat onze knieën naar buiten staan. Dus je duwt de knieën naar achter en je probeert je abdomen lang te houden, je onderrug een beetje hol. Oké, en dan gaan we op de bal van de voet draaien, de hielen een beetje naar buiten draaien, zodat de buitenste voetrand evenwijdig is aan elkaar. En duw de hielen een beetje meer naar buiten, verleng je abdomen, duw je hielen naar beneden. Oké, dan zet je je handen op je knieën en met de hulp van je armen breng je jezelf recht. Je zet je voeten een beetje dichter bij elkaar en draai cirkels met je bekken. Je doet dat ook in de andere richting. Oké. Heel goed. En dan komen we op handen en knieën op onze mat. Ik ga die van mij een beetje draaien. Zodat je mij kunt zien. Stoeltje aan de kant. Oké.
Oké, dus je komt op handen en knieën. Je handen onder je schouders. Mag je vingers een beetje naar buiten draaien. Je knieën onder je heupen. En dan je voeten, de tenen in de mat. Voel het gewicht in je knieën en duw je knieën een beetje uit elkaar. Opnieuw die buitenkant van de heupen die actief wordt. En verleng je abdomen. Dus je beweegt je borstkas weg van je bekken. Maar zonder die rugspieren helemaal op te spannen. De rug die hangt ontspannen. Een beetje als een hangbrug tussen de armen en de benen. En je houdt nu die positie. Dat is belangrijk. Okay? De positie van je wervelkolom hou je zo. Je gaat niet je bekken kantelen. Je gaat niet je onderrug bol maken. Je houdt je onderrug hol. Je strekt één been naar achter om te starten. Rechterbeen bijvoorbeeld. En dan zet je je linkerbeen ook naar achter. En sta je in de plank. We gaan dat even houden. Duw je hielen naar achter. Probeer je schouders ontspannen te houden. En het kan zijn dat je dat een beetje voelt in je buik of in je onderrug. En dat is oké, het zijn die spieren die werken. Maar je houdt je lichaam in één lijn. Je bekken komt niet naar omhoog, je bekken zakt niet naar beneden. Het is één lange lijn. En zet je je knieën neer. Breng je bekken boven je knieën. En zet je handen een beetje verder naar voren en breder. Plooi je ellebogen een beetje, duw ze naar elkaar en hou die actie in de armen. Breng je bekken naar achter. En dan voel je een beetje een stretch aan de voorkant van je lichaam. Dus je hoeft je hoofd helemaal niet tussen je armen te steken. En mensen die al met een blokje gewerkt hebben, het is een beetje alsof je tussen je ellebogen nog altijd een blokje samenknipt. Alleen is het een heel lange blok. Oké. En dan gaan we komen liggen op de rug. Van hieruit. En we gaan de hele achterzijde van ons lichaam activeren. Dus je komt liggen op je rug. Als dat lukt voor je schouders, leg je je armen boven je hoofd. Als dat niet lukt, dan kan je ze naast je neerleggen. Hè, opzij. Of zelfs helemaal naast je, met je handen, met je armen naar beneden. Maar probeer niet te duwen op je handen. Dat is belangrijk. Oké. Dus je laat je armen ontspannen. Als ze boven je hoofd liggen, kan je er ook een kussen onder steken. En als het te veel trekt in je schouders of zo, dus zeker niets forceren in je schouders. En je maakt de achterkant van je lichaam lang. En je kan dat doen door afwisselend één been te heffen en is je hiel van je weg te duwen. En dan de andere kant is een beetje... Alsof je een of ander dier bent die zich probeert voor te wringen over de vloer. Maar je schouders blijven liggen en je hielen leg je verder weg naar beneden. Oké. En in die houding ga je even ontspannen, even ademen. Voel de lengte aan de voorzijde, aan de achterzijde van je lichaam. Het is helemaal normaal dat niet Hans je wervelkolom neerlegt. Je voelt dat er hoogstwaarschijnlijk een beetje ruimte is tussen je onderrug en de vloer. En op een bepaald moment, zeker als je armen boven je hoofd liggen, dan ga je merken dat alleen het bovenste deel van je borstkas, die borstwervels, op de grond of in je matje duwen. En dat is ook oké. En dan in je hals of in je nek liever, is er ook geen contact van de wervels met de vloer. En dat is goed zo. Dat is een natuurlijke kromming van je wervelkolom. En die willen we ook houden. Zeker in deze oefening. Wat gaan we nu doen? De achterkant van de benen lang maken. Dus je trekt de tenen op. En je draait de grote tenen naar elkaar toe. Oké. Dus de tenen wijzen naar elkaar. De hielen wijzen naar buiten. De achterkant van de benen is lang. En dan ga je inademen en op een uitademhaling, je houdt de benen in die positie, duw je je hielen naar beneden en je heft je bekken 2 centimeter van de vloer.
Je steunt eigenlijk op de hielen en de schouderbladen. En dan ontspan je opnieuw. En het kan zijn dat je dat voelt op bepaalde specifieke plekken rond je wervelkolom, zowel aan de voorzijde als de achterzijde. En de plekjes waar je een sterke contractie voelt, is eigenlijk waar er een beetje verzwakking is. Dat kan ook een beetje gevoelig zijn. Dat is oké. Als het heel gevoelig is, doe dat heel kort. Dan hou je dat niet lang aan. Maar dan nog eens doen. Dus je maakt de achterkant van je benen lang. Je trekt je tenen en je voet op. Je draait de voeten naar elkaar, zodat de tenen naar elkaar wijzen. De hielen wijzen naar buiten. Je houdt die positie. Adem in. En bij het uitademen hef je je bekken 2 centimeter naar omhoog. Als je voelt dat dat heel goed gaat, dan blijf je hier en op de volgende uitademhaling hef je je linkerbeen op. En je steunt alleen op je rechterbeen. En dan kom je naar beneden. Dat vraagt heel veel actie. In je rechterbil, rechterbeen en rechterzijde van je wervelkolom. Maar nog een keer, als dat niet lukt, of je krijgt je bekken sowieso al bijna niet van de vloer, dan doe je dat niet. Dan probeer je gewoon nog een keer de eerste stap van de oefening. En we gaan dat ook doen aan de andere kant. Maak de achterkant van je benen lang. Draai je tenen naar elkaar toe. En dan op een uitademhaling hef je je bekken op. 2 centimeter. En het kan zijn dat dat al genoeg is. Maar als dat lukt voor jou, kan je dus de andere kant opheffen. Rechterbeen heffen. Even houden. Maar je bekken komt niet te veel naar omhoog. 1 centimeter of 2. En dan kom je neerliggen. En ontspannen. Breng de armen naar beneden. Okay. En nu ga je de knieën plooien. En de knieën boven het bekken brengen. Niet boven je navel. Boven je bekken. Je armen open. En we gaan een kleine beweging maken. Je hoeft de knieën niet helemaal tot op de vloer te brengen. Maar je draait ze naar rechts. Waardoor je bekken draait, wervelkolom draait en dan kom je terug naar het midden en dan naar links. Dus geen extreme beweging. Een beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar je houdt de knieën relatief ver van je af. Misschien voel je dat je wervelkolom terug versoepelt. Dan kan je de knieën een beetje verder laten doordraaien, maar je houdt de schouderbladen op de vloer of op je matje. En dan de volgende keer dat je naar links draait, laat je je hele lichaam naar links draaien. Je komt op een zij en je komt zitten. Oké. Je kan best zitten op een blokje. Kruis je benen in een makkelijke kleermaker zit. Of als het te moeilijk is om zo te zitten, dan kan je op een krukje gaan zitten. En als je nieuw bent, kijk dan zeker eens naar de opname van een les over de kleermaker zit. Okay. Goed zo. Je komt zitten. Liefst met je knieën niet lager dan je heupen. En door het duwen van je knieën breng je je bekken in beweging. Dus je kan je handen eens op je heupen zetten. En door afwisselend linker en rechter knie naar beneden en naar achter te duwen, kan je voelen dat je bekken begint te draaien. Je kan dat een paar keer doen, heen en terug, zodat je die beweging voelt. In je heupen en je lizen. Oké. Dat is een beetje dynamischer dan wat we gewoon zijn. En dan ga je een beetje meer naar één kant. Als je een blokje hebt aan je rechterheup, dan kan je daar een beetje steunen. En je kan ook met je linkerhand op je linkerbeen steunen. En dan ga je een beetje verder in die beweging, terwijl je uitademt. En dan wissel je van kant.
Dat is eigenlijk het vervolg van die beweging. Rustig. Vanuit je, doordat je knieën naar beneden en naar achter duwt, draait je bekken. Je wervelkom draait een beetje mee. En je gebruikt de armen om je wervelkom te verlengen. En nog een paar keer. En dan kom je naar het midden. En kom zitten in het midden. En ook hier ga je doen alsof dat je... Je herinnert je nog dat gevoel, hè, van naar achter komen en je hielen leunen. Hier doe je hetzelfde. Dus je gaat zachtjes naar achter leunen. En op die manier kom je meer op de achterzijde van je zitbeenknobbels. Je kan de voorkant van je lichaam een beetje verlengen. En je houdt je hoofd in balans boven je wervelkolom, boven je hele been eigenlijk. Voel die balans tussen voor en achter. Sluit even je ogen. En observeer wat je voelt in je lichaam, in je ademhaling. Probeer altijd nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig naar wat er nu anders is. Waar je warmte voelt, waar je meer energie voelt. Waar je een effect voelt van de oefeningen die we hebben gedaan. En als je wil, kan je je handen samenbrengen voor je borstbeen. Duimen op je borstbeen. Laat je schouders ontspannen. Verbind je even met je hart. Voel de ruimte van je hart. Namaste.